In een persbericht laat de leiding van de NV Energiebedrijven Suriname EBS weten dat berichten die op social media zijn geplaatst, al zou de NV EBS op vitale onderdelen van het bedrijf als onderpand dienen voor het aangaan van een internationale lening, onjuist zijn. De leiding van de NVEBS wenst met klem te benadrukken dat er op geen enkele wijze sprake is van het bedrijf als onderpand. Volgens de leiding is deze vorm van berichtgeving destabiliserend met de kennelijke bedoeling de samenleving verder in een panieksituatie te doen belanden. De NVEBS betreurt het dat personen op deze wijze proberen onnodig een paniekreactie teweeg te brengen. Deze vorm van berichtgeving wordt afgekeurd. Het bedrijf wenst verder te benadrukken dat zij onder alle omstandigheden haar plichten, namelijk het leveren van elektriciteit en gas aan de Surinaamse gemeenschap, zal blijven nakomen.